Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 1 maart. De meteorologische lente is begonnen. Buiten is daar weinig van te merken, want het is bitterkoud. De gevoelstemperaturen liggen nog steeds tussen de min 15 en min 20. Heeft alles te maken met de vrij krachtige tot krachtige oostenwind die hier staat. In het warme gebied is de wind zelfs hard tot stormachtig. De temperaturen die liggen rond de min 5 vanochtend. En vanmiddag wordt het zo'n 0 graden in het zuiden, en min 3 graden in het noorden. Maar ook dan staat er nog steeds veel wind uit het oosten. En die maakt het voor het gevoel een stuk kouder. Het blijft wel overal droog, er zijn wolkenvelden en opklaringen. En dat geldt ook voor vanavond. De temperatuur daalt dan weer naar zo'n min 5 tot min 6 op de meeste plaatsen. Morgen is het eerst droog, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag en in de avond kan er wat lichte sneeuw gaan vallen in het zuiden van het land. De temperatuur is dan opgelopen tot rond het vriespunt. In het noorden blijft het gewoon een paar graden vriezen. In het weekend zet de dooi door. Vanuit het zuiden gebeurt dat. Zaterdag zo'n 2 tot 3 graden in het zuiden en zondag kan het al 6 tot 8 graden worden. In het noorden blijft de kou wel langer plakken. Daar duurt het eventjes voordat het ook boven nul gaat worden. Het is wel overwegend droog weer.